Goedemorgen mensen, welkom op deze frisse zondagmorgen. We moesten ruiten krabben, zo koud was het. Dus we gaan letterlijk en figuurlijk een frisse neus halen. Ik ben nu onderweg naar mijn maatje, die ga ik oppikken. Dan gaan we weer lekker zoeken op een akkertje. We zitten op 49 abonnees, erg leuk. Binnen 3 weken tijd bijna verdubbeld. Dat gaat de goede kant op. Veel positieve reacties ook. Dat vind ik leuk om te zien, te horen. Dus het geeft me motivatie om door te blijven gaan. En blijf erbij, dan zie ik jullie in het weiland. Yes, yes, we zijn op locatie. Klein stukje wandelen. Ik hoop dat we een schep in de grond krijgen, want het is wel een beetje bevroren allemaal. Maar we gaan ons best doen. Zie jullie bij de eerste vondst. We hebben een eerste vondst. Een stuk van een lepel of van een vork. Nou, op naar de volgende vondst. We hebben weer wat. Ik hoefde er nog geen eens voor te graven. Het lag echt gewoon aan de oppervlakte. Leuk gespje. Nog een gesp. Hij is leuk. Door naar de volgende vondst. Wat is het, wat is het? Het lijkt alsof daar een soort draaipunt of een scharnierpuntje heb gezeten. Dat een soort... ja. Een draai. Ja. Maar waar het precies van is, dat durf ik niet gelijk te zeggen. Nee. Wow. Wow. Grappig. Ja. Kan jij mij vertellen wat het is? Ja, dat kan ik jou gelijk vertellen. Ja. Dat is een 16e eeuws kledinghaakje. Serieus? Ik zie het gelijk al, want die heb ik vorige keer ook gevonden, maar dan ergens anders. Kijk, hè? Kijk, dat is mooi. Ja. Netjes, Ben, netjes. Mooi. Mooie eerste vondst. Mooie vondst. Ja, die gaat in een aparte vakje. Leuk, leuk. Ja. Dat betekent dat we op een goede plek zitten. Ja, dat gaat. Dat belooft veel goeds. Nice one. Zeker. We zitten op de goede plek. We hebben hier een lepel. Een deel van een lepel. Er lopen nog wat mooie rondikjes in aan de voorkant. Deze is bijzonder. Gauw kijken wat er nog meer ligt. We lopen een beetje te mopperen. Want het valt nog een beetje tegen met de vondsten. Maar net op dat moment vinden we toch het eerste muntje. 1 cent uit 1948. Nou, dat is een begin. We gaan nu even een hapje eten. Kijk, lekker broodje pindakaas. En nou we hier toch zitten. Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur hoe hij zijn muntje schoonmaakt. Ik neem dit muntje even als voorbeeld. Zelf vind ik het mooi om hem niet helemaal op te poetsen. Als er nog een beetje vuil aan zit, dan zie je mooi de contouren van de afbeeldingen, van de letters. Dan komt de munt toch soms beter tot z'n recht. Dus dat is een tip die ik geef. Doe ermee wat je wilt doen. Maar naar mijn mening is dat wel het mooiste. Yes, weer een muntje. Maar staat er ook wat op? Even poetsen. Altijd een goed idee. Nou, vooralsnog lijkt die kaal. Ik kom daar later even op terug. Ik heb hem gevonden. Ik krijg een kromme dat hij niet meer recht mag komen. Goed mensen, we gooien de handdoek in de ring. Het was niet een spectaculaire dag vandaag met de vondsten.
moet wel lachen, stiekem een beetje, maar dat komt door wat anders. Wat dan? Nee. Hè? Door mij zeker. Nee. Ik vind het wel grappig. Nee? Maar we hebben vandaag niet heel veel leuke dingen gevonden, zoals ik al zei. Ben heeft wel een mooi 16e eeuws kledinghaakje. Dat is toch het piekmoment van de dag. De mooiste vondst, toch Ben? Ja, de mooiste vondst, ja. Dus daar kan je dan toch nog best wel blij mee zijn. Maar ja, als je dan daarna vervolgens 3 uur niks meer vindt, ja, dan wordt het wel weer een beetje... Een beetje ernstig. Maar goed, ik ga deze video toch plaatsen, want het is toch de realiteit. We kunnen er niet omheen. Volgende keer beter. Oké, om het toch nog een beetje spannend te maken vandaag, even kijken of hier stroom op staat. Nee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Blijf nog heel even hangen, dan laat ik wat foto's zien van de vondsten van vandaag. En ik zie jullie bij de volgende keer.